Hallo allemaal, welkom bij begrepen.be. Deze video is iets anders dan de normale video's die jullie gewend zijn, want in deze video gaan we kijken naar een andere video. Alles op begrepen.be staat in teken van onderwijs en dat is hier dan ook niet anders. Wat gaan we vandaag doen? We gaan kijken naar de video Welcome to the Internet van Bo Burnham. En we gaan bekijken hoe we wat daarin verteld wordt kunnen gebruiken in lessen informatica. Voor wie tijdens het nummer denkt, goh, dat is een rare clip. Dat is ook zo. Het is een stuk uit de show Inside. Dat is een show die Bo Burnham gemaakt heeft tijdens de corona-lockdowns, gelukkig al een tijdje geleden. Alles is opgenomen in één kamer, alleen Bo Burnham met een hoop materiaal. De show zelf duurt vrij lang, is niet altijd even luchtig en geschikt om in één keer uit te kijken. Het is ook niet allemaal even goed, maar dit nummer zit echt wel bijzonder goed in elkaar. Dus we gaan niet langer treuzelen. En we gaan er gewoon aan beginnen. Dus Bo Burnham, Welcome to the Internet. Welcome to the Internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Oké, Bo Burnham schiet hier meteen goed uit de startblokken. Goede samenvatting van wat internet is. Een berg aan inhoud. Nuttig, nutteloos, goed, slecht, zit van alles bij. En zoals ze zegt, alles wat je kan verzinnen staat online. En dat kan dus zowel goed als slecht zijn. Vooral de laatste zin is hier heel sterk. Als je online niets vindt wat jij leuk vindt, dan zal het wel aan jou liggen. Dan zal jij wel abnormaal zijn. Dus meteen het internet neerzetten als onmisbaar om tegenwoordig te leven. Oké, verder. Welcome to the internet, come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. Hier illustreert hij meteen het vorige. Welke nuttige zaken dat er online te zien zijn, zoals het nieuws. Maar ook totale onzin. Hij haalt direct twee uitersten van dat spectrum aan. Dus doodnormale nieuwsberichten, om te weten wat er gebeurt in de wereld. En vreemde websites waar mensen geobsedeerd zijn door voeten van bekende mensen. En doordat hij ook die twee extremen zo snel naar elkaar vermeldt, dat duidt ook aan hoe je online heel snel van normale websites op heel vreemde dingen terechtkomt, ook als je er niet naar op zoek bent. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Verder gaat op het vorige. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Content blijft maar komen, zonder dat je het soms zelf wilt of opgezocht hebt, ga je van het ene op het andere uitkomen. Oké. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Opnieuw een tegenstelling. Deze keer eerder politiek-cultureel. Zoals iedereen weet, zit het internet vol met extreme meningsverschillen en al die groepen gaan elkaar digitaal te lijf. Hij verwijst hier vrij expliciet naar Twitter, ondertussen X geworden. Would you like to tweet a racial slur? Ja, Twitter als het medium om gewoon online ruzie op te maken. En hoe gaat het verder? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome. Dat gaan we even opnieuw. Dat ging nogal snel. Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Het woord is gevallen, engage. Elk platform wil maximaal engagement. Dat je zo lang mogelijk online bent. En dat is allemaal prima wanneer de inhoud leerrijk is, maar vaak is dat natuurlijk niet het geval. En wat hij hier ook aanhaalt, be happy, be horny, be bursting with rage.
Een goede manier om mensen actief te houden is om in te spelen op basisemoties. Be happy, alles wat lijkt op vrolijkheid, grappige memes, failfilmpjes, parodieën, grappige liedjes, kattenvideo's, houd je allemaal aan het scherm gekluisterd. Be horny, seks verkoopt, zeker online. Niet alleen porno, maar ook dingen als naaktvideo's, naaktfoto's, waar we het op dit kanaal al veel over gehad hebben. Naaktfoto's van bekende mensen, ook dat houdt mensen engaged. En als laatste, bursting with rage. Ja, mensen die boos zijn, die reageren. Standaard, denk maar aan reacties op nieuwswebsites of gewoon reacties op Facebook en Twitter. De ene boze reactie lokt de andere boze reacties uit en al die mensen blijven online hangen en blijven meer content bekijken en meer reclame te zien krijgen. Heel positief, we gaan verder. Welcome to the internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors. We duiken dieper en dieper het internet in. Tips om te koken, afgewisseld met berichten over kinderen die sterven. Of hoe die gruwelijke berichten dagelijkse kost worden en we er zelfs niet meer van opkijken. Door constante blootstelling aan die dingen lopen we het risico van er ongevoelig voor te worden, om emotioneel afgestompt te worden. Als ik denk aan hoeveel dingen leerlingen soms te zien krijgen, live zelfmoorden, mishandelingen van dieren, dat blijft allemaal binnenkomen. We zien hoe dat verder gaat. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Weer een hele hoop samen. Films, oké. YouTube, Netflix, Prime enzovoort. Dokters, interessant, maar zoals iedereen weet, het internet staat vol onzinnig doktersadvies. Dat niet alleen niet echt is, maar ook zelfs ongezond kan zijn. Denk aan de rages van TikTok-video's over hoe je moet afvallen of gezond moet eten, wat eigenlijk gewoon onzin is en gewoon gevaarlijk om op te volgen. Dus iedereen weet het, haal je informatie niet van het internet, ga naar een echte dokter als je ergens mee zit. En dan komen we bij de fantasy sports, verzonnen sporten. Ik denk dan al snel aan Quidditch of zwerkbal van Harry Potter en Bo Burnham blijkbaar ook. Want hij springt moeiteloos verder op Harry Potter en opnieuw gaan we van een doodnormale zoekopdracht, zoals kleurprenten van Harry Potter, meteen naar perverse dingen waarvan we niet willen dat kinderen het tegenkomen. En net zoals deze strofe leuk begint, colored pencil drawings, en brutaal eindigt in fucking each other, kan één zoekopdracht online met slecht gekozen zoekterm al snel naar de meest gore dingen leiden. Colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the internet. Hold on to your socks, cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting, he just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. See him and my handed get a... Oké, en we zijn er. Dat wat volgens mijn leerlingen elk meisje met een smartphone eerder vroeg dan laat te zien krijgt. Een dickpic. Of voor degenen die het niet weten, een close-up van een stijve penis. Vaak van onbekende, soms ook van bekende. En ik zou eigenlijk begot niet weten wat ik zelf het ergste zou vinden. Vaak blijven ze ook maar komen. Erover klagen is geen oplossing, want je zult er wel om gevraagd hebben. Dus victim blaming. En hij blijft dat je maar vrolijk zingen en opzommen. Zoals ik in een vorige video al behandelde, de video over sexting. Denk eraan, het sturen van naaktfoto's kan strafbaar zijn. Het ongevraagd sturen van naaktfoto's is seksuele agressie. Maar opnieuw, dat komt allemaal ongefilterd binnen via het kleine scherm. Maar genoeg gepreekt, terug naar het nummer. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer. Or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your... Oké, dat ging heel snel. Het mooie aan dit stuk, buiten zuiver taalkundig dat alles rijmt natuurlijk, vind ik juist die snelheid. Je wordt hier zo overweldigd door alles wat er op je afgevuurd wordt,
Juist zoals je online even goed overweldigd wordt door alles wat je te zien krijgt. Je hebt de ene prikkel nog niet verwerkt of de volgende 10 staan al klaar. Wat zit er hier nu allemaal in? See a man beheaded. Denk aan onthoofdingsvideo's van Islamitische Staat enkele jaren geleden. Of aan eender welke andere gruwelen die online te zien zijn. Get offended. Voel je beledigd. Beledigd zijn door iets wat je online ziet. See a shrink. De psychologische gevolgen van je online te zien krijgt. Show us pictures of your children. En dat klinkt logisch, maar dat is echt iets wat heel veel mensen vergeten. Zet geen foto's van je eigen kinderen online. Kinderen hebben recht op hun eigen privacy en foto's gaan nooit meer weg. Als je dus niet wil dat je kinderen later geconfronteerd worden met die ene grappige video waarbij ze, ik weet niet, van hun fietsje vielen, of op het potje zaten, zet dat dan gewoon niet online. En ik weet dat iedereen dat met de beste bedoelingen doet, video's delen met de bomma, of gewoon trots zijn op je kind, maar deel geen foto's of video's van je kinderen op sociale media. Dat is echt geen goed idee. En dan zeg ik nog, tell us every thought you think, zodat je bestookt kan worden met advertenties. Start a rumor, begin te roddelen, verspreid een gerucht, start fake news. Buy a broom. Online shopping. Send a death threat to a boomer. Doodsbedreigingen sturen, ook iets heel populairs online. Want mensen denken niet na van achter hun toetsenbord en sturen de meest gruwelijke dingen die ze in het echt nooit zouden durven zeggen. DM a girl and groom her. Dus spreek een meisje aan en begin ze dan te groomen. Hier zit seksueel misbruik en zelfs pedofilie in. Wat helaas natuurlijk ook nog altijd online bestaat. En dan afsluiten met een zoomer, met een zoom en een medisch onderzoek. Eigenlijk alles wat je online kan doen, zit in dit stukje. En het wordt zo luchtig gezongen en het volgt zo snel op elkaar, dat lijkt alsof het allemaal doodnormaal is. Here's a healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. We gaan gewoon door. Hè. Nog wat psychologische mindfucks. Waarom je moeder slecht voor je is. Waarom jij niet populair bent. Hoe bouw je een bom. En dat zijn zo van die titels die wel eens op forums komen. Of die in blogs staan. Of op vlogs. Advertenties, video's die beloven om je leven heel snel te verbeteren. Met een aantal gemakkelijke tips. Als je maar wat geld voor betaalt, ik was. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Oké, toen had ik daar juist zei dat we bijna heel het internet gehad hadden, had ik het dus fout. Hier komen weer van die quizjes. Iedereen kent je wel. Welk dier past erbij? Welke pizza ben jij? Klopt jouw sterrenbeeld met je persoonlijkheid? Welk personage uit die film ben je? En elke quiz stelt een aantal persoonlijkheidsvragen waarvan de antwoorden gebruikt worden om u nog gerichter met advertenties te kunnen bestoken. En dan uiteraard, Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Alle complottheorieën bij elkaar. Hè? Een geheime elite die de wereld zou leiden. Uiteraard complottheorieën over migratie. En natuurlijk vaccinatie. Wie kan die online trend vergeten dat we allemaal 5G zouden ingespoten krijgen? Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Could I... Fantastisch. Boredom is a crime. Het is een misdaad om je te vervelen op het internet. Dat is geniaal. Ik vind deze twee strofen eigenlijk ongeveer het beste van heel het nummer. Apathy is a tragedy... En boredom is a crime. Dat vat de mindset van heel ons online leven echt prachtig samen. Constant prikkels. Heel de tijd, de ene na de andere, zonder tijd om zelf nog na te denken. Meer, sneller, intenser, tak, tak, tak. En zo, op dat tempo gaat hij ook nog even door. I interest you in everything, all of the time. A little bit of everything, all of the time. Apathy is a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything, all of the time. Oké, dat was intens. Nu komt er een iets rustiger stukje, maar niet minder diepgaand. You know, it
wasn't always like this. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa 99. This was catalogs, travel blogs, a chat room or two. Zoals gezegd, even wat gas terugnemen. Even terugblikken op het begin van het internet. Eind jaren 90, right before the towers fell, dus net voor 9-11. En nu zal ik zelf wel oud klinken, maar ik denk dat iedereen van mijn leeftijd nog perfect weet waar hij of zij was when the towers fell. Maar dat terzijde. Het internet stond toen nog vol amateuristische dingen. Er waren primitieve chatrooms zoals MIRC, ICQ, blogs die er gewoon uitzagen als een online wordfile. Er was geen sociale media, er waren geen internetwinkels en... klinkt misschien wat raar, maar het internet leek toen op de een of andere manier rustiger. Niet zo snel. Maar nu klink ik waarschijnlijk gewoon heel oud. Oké, we zullen maar gewoon verder gaan. We set our sights and spent our nights waiting for you, you, insatiable you. Ja, de internetbedrijven die rustig wachten op een nieuwe generatie, de insatiable you. Nooit genoeg content, nooit genoeg prikkels, altijd bezig met meer te consumeren van op het schermpje. Altijd hongerig naar meer filmpjes, meer memes, meer roddels. Mommy let you use her iPad. You were barely two. And it did all the things we designed it to do. Oké, de definitie van cynisme. Wordt hier heel mooi gezongen over een generatie die nog voordat ze kon kruipen al een iPad in handen kreeg. Speel maar een spelletje, hou je maar bezig. En al die spelletjes en die apps, die doen inderdaad, zoals hij letterlijk zegt, waar ze voor gemaakt zijn, ervoor zorgen dat er meer en meer engagement komt, dat we bezig blijven, langer willen spelen en alle aandacht opeisen. Now look at you. Look at you, 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 unstoppable, watchable, your time is now, your insides out, honey, how you grew. Zoals gezegd, heel cynisch, wordt hier gezongen alsof dat alles nu in orde is gekomen, alsof dat... geweldig is dat we niet meer kunnen leven zonder schermpje, dat we onszelf constant in de vitrine zetten en heel ons leven, al onze emoties, al onze frustraties, al onze bezigheden online gooien en dat iedereen ons kan meevolgen, meevloggen, taggen, whatever, dat heel ons leven gedocumenteerd is. And if we stick together, who knows what we'll do? It was always the plan to put the world in your hand. Dus naast apathy is a tragedy en boredom is a crime, is dit echt mijn tweede favoriete moment van het liedje. Dat duister lachje, dat is echt een van de beste momenten. Hoe vaak wordt er niet gezegd van het smartphone is ons venster op de wereld en dat is goed, want we weten alles. Alleen, ten eerste, het is daar niet voor bedoeld. Het moet geld opbrengen. Dus je kunt mensen wijsmaken dat alles bedoeld is om ons te helpen, maar er is die uitspraak, if you're not paying for the product, you are the product. Maar ook, je kunt niet door je venster constant naar de wereld kijken, zonder dat de wereld op een bepaald moment terugkijkt. Dat komt allemaal naar boven. Dus we kunnen niet zomaar naar de wereld kijken, zonder dat heel veel dingen die we niet willen zien, ook bij ons binnenkomen. Hoe langer dat je naar de wereld kijkt, hoe meer dingen die je gaat zien, die je eigenlijk niet wilt zien.
En dat komt hier allemaal naar boven in die ene sarcastische lach. Zo van, denken jullie nu echt dat we al dat geld geïnvesteerd hebben gewoon om jullie slimmer te maken, zonder dat daar een return tegenover stond? Fantastisch. Could I interest you in everything all of the time? A bit of everything all of the time. Apathy is a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy is a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. Oké, ik vind het echt een geniaal nummer. Niet alleen omdat het zo happy is en meezingbaar, maar hier zit zoveel in. En niet alleen voor leraars informatica, maar ook gewoon voor ouders. Het schetst de oneindige stroom aan bagger die aan een razendsnel tempo bij je kinderen binnenkomt. Allemaal via dat klein schermpje. En als we ze niet begeleiden, blijft dat binnenkomen. En nee, er bestaat niet zoiets als de digitale generatie, die zomaar vanzelf online komt en veilig online weet rond te dolen. En geen enkele voorlichtingsvideo of geen enkele infoavond op school legt dat zo mooi uit als deze video. Dus zoek het nummer zeker online op. Bo Burnham, Welcome to the Internet. Dan steun je de artiest ook. Deel dat nummer met mensen waarvan dat je denkt dat ze het ook zeker moeten zien. Sowieso elke ouder met een kind dat zich op het internet begeeft. Dus, geweldig nummer. Heel veel in. Zoek zeker op. Zoek zeker ook de rest van de show op. Bedankt om zo lang naar deze video te kijken. Is veel langer dan we gewoon zijn. Je vindt op ons kanaal nog een hele hoop andere onderwijsvideo's over heel veel verschillende dingen. Er komt ook nog meer aan, uiteraard. Neem ook eens een kijkje op onze website www.begrepen.be en abonneer je op dit YouTube-kanaal. Tot een volgende keer en tot het volgende dat je zult hebben begrepen.